Goed, iedereen aan de borrel. Laten we eens kijken wat mensen zo al ervaren hebben. Meneer, mag ik u iets vragen? Ja. Heel wat TED-talks gehad, maar Human Nature, wat zeg jij dan? Ellen MacSmith. Waarom? Hij vertelt dingen waarvan ik vind dat we eigenlijk allemaal achter moeten staan en onze schouders onder moeten zetten. En hij koppelt de natuur aan, ja, zoals wij dagelijks hier leven. En dat is op een hele diepgaande manier en dat raakt me wel. Ga je morgen mee aan de slag? Daar ben ik mee bezig, ja. Goed, perfect. Dankjewel. Graag gedaan. Dag. Volgende. Meneer, mag ik u iets vragen? Jazeker. Ja, 20 talks, meer achter de rug. Ja. Welke heeft u het meest geraakt? Dat is heel moeilijk. Meerdere mag ook. Ik vond de man uit Bagdad vond ik wel een heel indrukwekkend. De power die die man nodig heeft om te organiseren, dat vond ik wel heel knap. Ja. Hij kreeg ook echt respectvol applaus, ja, vond ik. Absoluut, ja, zeker. Ja, ja, ja. En misschien nog een dame die je indruk heeft gemaakt? Het verhaal van Mabel vond ik... Met die ene foto die je dan blijft zien. Dat vond ik wel, vond ik ook zeker de moeite waard. Ja, die kwam echt hard binnen, ja, bij mij ook hoor. Ja, ja. Bedankt voor uw reactie. Ja, graag gedaan. Dank je. We gaan verder. Hier ook twee mannen. Interessant. Ja. Goedenavond. Mag ik u vragen om een reactie? We zijn nog even wat reacties uit het publiek aan het ophalen. Ja, alle talks bij elkaar opgeteld. Welke was het allermooist? Oh, weet ik niet. Het is te veel eigenlijk. Het is net als in New York, het NOMA, Museum of Modern Art. Je krijgt te veel indrukken in te korte tijd. Nee, daar moet ik echt 1 of 2 nachten over slapen. Nou ja, vannacht om 2:30 weten we het waarschijnlijk. Nee, morgenochtend misschien. Goed, dan is het te laat. Ga ik snel weer verder. Succes. Dank u wel. Jo, graag gedaan. Mag ik iets vragen? We zijn nog wat reacties aan het ophalen in het publiek. Oh kijk, nee, deze meneer wil ik er ook bij. Hoe voelde dat fantastische applaus? Ja, dat voelde wel goed. Ja. Het was echt een hele mooie voordracht. Nou, dankjewel, dankjewel. Het is heel bijzonder om hier te mogen spreken voor zoveel leuke mensen. Dus... Heb je zelf nog één talk die je erg aansprak? Ja, ik vond die van Henk-Jan Honing bijvoorbeeld heel mooi over muziek. Maar ik vond ook het verhaal over TEDx Bagdad echt fantastisch. Ja, die... ik vond ook het verhaal heel mooi van die activisten. Waar, die gaf eigenlijk een beeld, want ik ga zelf nooit op dat soort websites kijken. En ik ben eigenlijk verbaasd over hoe goed dat ontwikkeld is. En ja, ik vind het gewoon heel mooi, heel goed initiatief. Geïnspireerd naar huis dus? Dat sowieso. Ja. Nou, jou ook nog even wat vragen, want ik vroeg jou als eerste natuurlijk. Heb jij een favoriete talk? Nou ja, ik kan natuurlijk niks anders dan zeggen dan dat hij een echt een heel mooi verhaal had gehouden. Ja, ik vond het erg indrukwekkend. Dus ook voor jou voelde dat applaus wel lekker? Nou ja, nee. Nee, zo ver gaat het ook weer niet hoor. Nee. Sorry. Nee, ik was heel blij voor hem. Maar... Zo, nou, dankjewel voor je reactie. Ja. Goed, dit waren wat reacties uit de hal. We kijken nu nog even naar een nieuwsflash.